zal weten aan Gerry van vragen. Ja, denk dat? Ja, denk ik wel. Gerry, Gerry! Kennen wij hier af en toe een keer douchen? Nou, wij hebben namelijk 3 jaar geleden hebben wij een penthouse gekocht hier aan de buitendijk. Neffe in de Wim de Jong in de Van Dinteren Tower. Ja, Roer Dinteren zei nog, jullie zijn vust de jongens of senioren appartement. Ik zeg, hij was zeker. Vroeger waren we met de jongen met een kinderlijke te komen. En nou zeg ik, ben de jongen zo'n senioren appartement. En trouwens, ik denk hè, dat die Van Dinteren Tower, hè, als die klaar is, hè, dan zouden wij al lang oud genoeg. Ja, nee, dat is een goede idee, hè. Ja, dan zitten we in zo'n waardeloze oude caravan. Ja, gelukkig wel goedkoop te kop weten te tikken. Van Basje en Adriaan. Het is trouwens niet te hopen, hè. De, onze overburen ook zijn appartementje hebben gekregen in die Van Dinteren Tower. Ja, dat moet ik er gewoon. Over seks dat er twee zijn mensen. Echt niet normaal. Vooral die vent. Elke keer als ze voor de deur, staan, zit die man bij die vrouw onder die rok. Nou, ik vind het echt niet normaal. Elke keer weer. Ja, ik weet het, maar dat is beu, hè. Soms is er weer eens een flik verloren bij ons voor de deur, midden op straat. Die vent elke keer onder die rok van zijn vrouw. Dat is niet normaal, joh. Ik ga er eens naartoe. Ik zeg, joh, is dat niet normaal, man, waar jij me over ophaalt? Waarom zit die? Buurman, het is niet wakker, neemt hij. Hij zit mijn vrouw, die heeft namelijk in houten been. En net boven de knie, daar zit een spijker. En daar hangt onze vullersluk van. Ja, zo zie je maar, mensen. Het leven van de klauw gaat niet altijd over rozen. Nee. Je kan ons trouwens boeken voor feesten van partijen, hè? 500 euro en we zorgen jullie een onvergetelijke avond. Zal dat die familie van vorige week ook zeggen, denk ik. Ja, hoezo? Dat was toch hartstikke gezellig? Ja, dat wel. Maar ik denk niet dat ze het kan waarderen dat tijdens mijn vuurspuug echt de golden retriever vlam valt. Tijdig gaat je blijven houden. Maar mensen, wij komen er niet zo lang op te hangen, hè? Maar wat hebben jullie hier een leuke horeca mensen in de hang? Horeca, oh, wat lachen jullie nou? Leuke horeca? Wij noemen ze al de 3 T's. Ja, teken, toontje en tieners. Ik zeg ja, die moeten daar ook mee gaan doen hoor. Ik zeg, we kunnen zo het Klaus trio beginnen. Dat is echt een gat in de markt. Denk ik. Super de SOA. Ik hoorde al een aantal mensen die zich afvroegen waardoor de SOA in hemelsnaam aan. Een handhavingspak natuurlijk. Want ik ben super opsporingsambtenaar. Super de SOA, de handhaver van Henk. En ik heb er al een paar sponsors van de gemeentekast zien zitten. De Wildplasser, openbaar dronkenschap. Een paar veroorzakers van hondenpoep overlast. Een illegale pillenhandelaar. Ja, om met die laatste te beginnen. Huipert de Nek, die heeft tegenwoordig een pillenhandeltje. Onlangs deed hij mij een aanbieding en hij zei super. Ik heb nou iets jongen, het nieuwste van het nieuwste. Blauwe pilletjes rechtstreeks uit Amerika. En als ik er 2 in hint, dan wordt hij zo hard als een Duitse helm. Nou, ik heb het geprobeerd. Bij mij helpt het niet. Volgens zoals je zei heb ik wel een frisse adem gekregen. John de Oude die is ook gekocht. Bij hem helpen ze wel. Als hij er 2 inneemt, dan rolt hij niet meer uit bed. Na het afstuderen had ik niet gelijk werk. Dus ik ben bij het taxibedrijf Berm gaan solliciteren. Ik heb alleen 1 probleem. Ik heb last van geografische beperkingen. Met andere woorden, ik ben de weg snel kwijt. Maar daar had ik iets op gevonden. Ik zeg tegen Berme, kijk, als je nou een taxichauffeur hebt, die rijdt normaal in een zwarte taxi, maar zet mij maar in een witte, met een groot zwart vraagteken, want dan weet de passagier dat hij de weg moet weten. En dat komt dan wel goed. Ik geef voor die passagier ook de korting, kat en bakkie. Goeie plan, zegt Berme, dat gaan we doen. Maar ja, na 1 ritje werk ontslagen. Ik wist de weg naar de zaak niet meer terug. Toen zag ik een vacature bij de gemeente Werkendam.
En toen was ik daar staan te wachten voor het sollicitatiegesprek, zei ik tegen zo'n ambtenaar, wat zou jij aan doen? Hij zei niks. Ik zeg, zal ik jou daar anders bij helpen? In de Vogeltjesbuurt loopt het tegenwoordig een extra ronde. Want Yves heeft onlangs de bewoners dan een brandbrief gestuurd met een watermerk. En adviesbureau Verhoeven, die heeft in die wijk de laatste tijd nog wat brandverzekeringen afgesloten. Met een diefstalverzekering wil het de firma Verhoeven nog niet zo lukken. Maar ja, wie steelt er nou een verbrande auto? Ik wil het hier ook even met jullie hebben over de omgeving van de Kurenpolderweg, de Halifaxlaan, straat en de Veteranenlaan. Wie van de bewoners in die wijk heeft nou niet begrepen dat als er staat, u mag de plastic zakken, één dag... Eén dag van tevoren en dan tuin op aanhangen, dat er niet hetzelfde is als 2 weken van tevoren. Maar Yves, ik ben het beu, kom er maar eens op onderzoek uit, want ik heb ook het vermoeden dat er mensen zijn die daar gewoon met de aangestraald de zak neerhangen. Dus ik maak van de zak open, zit er een briefje in. Deze zak is niet van mij. Harry van Veen stond erbij. Ik denk, krijg nou wat. Pak die tweede zak, zit ook een briefje in, deur ze ook niet. Ik zeg, nou, als je een wekker hebt met dierengeluiden, zou ik nog wel wakker willen horen. Ja, zit hij maar, er waren vandaag de vissen aan de beurt. Ben ik de haren van zo'n slimme ribbers aan het wassen? Ik zeg, Jonneke, wil je mij even die shampoo aangeven, joh, dat staat. Hij zegt, dit is de verkeerde. Ik zeg, hoezo de verkeerde? Hij zegt, daar staat op voor droog haar. En mijn haar is nat. Sorry mensen, maar ik kan niet begrijpen dat sommige mensen van al die miljoenen zaadjes de snelste zijn geweest. Ik zeg op een gegeven moment tegen John, ik zeg, goh, ik zeg, ben je nou je haar hier achter het was? Ga ik hier zo'n mond zitten wij zei, joh. Ja, zit hij, dat is eigenlijk een klier die niet goed werkt. Ik zeg, ja, zo in heb ik ook thuis. Mee zie ik daar lange Harry binnenkomen. Bij José. Ik zeg, kom Harry, dubbele beurt. Is goed, zegt hij. Dat betekent 3 keer wassen, 1 keer feunen, knippen en dan nog 1 keer wassen. Prima. Wat heb je gedaan? Ik zeg tegen Harry, ben eens eerlijk. Is het nou al gelukt om een beetje verkering te krijgen met mijn rij van de dokter? Nee, zei Harry, daar is er nog niet van gekomen. Ik zeg, nou, ik zeg, dan heb ik wel een hele goede tip voor jou waar dit er is. Ik zeg, zie je daar al boven die 2 vogeltjes in die dakkleur zitten? Ja, dat zie ik. Ik zeg, nou, die doen een beetje fladderen met elkaar, die spullen een beetje met elkaar, die gaan een beetje met het nekske in elkaar hangen. En dat moet ik ook doen. Nou, zegt hij, dan ga ik dadelijk weg en dan ga ik dit proberen. Dat is goed. Een week na de raad kwam Harry weer in de kapsalon. Natuurlijk weer dubbele wasbeurten, feunen, knippen, wassen, weer even feunen. Ik zeg, en Harry, is het gelukt? Nee, zegt hij. Ik zeg, nee. Ik zeg, maar ga je toch wel gedaan wat ik jou heb gezegd? Hij zegt, ja. Ik zeg, maar wat is er gebeurd dan? Hij zegt, nou is maar Harry ook uit het dak gevallen. De ideale echtgenoot. Het is een kop met haar. Is knap. Is good looking. En het jammer is, ze zijn altijd getrouwd. Houden.
net al bij de Jumbo in Godde werken. Dus ik bel naar die meneer Korte Lang. Korte Man. Korte Lang. Korte Lang, ik ga daar naartoe. En dan vader was nog niet mijn leeftijd die mee ging spelen. Het waren een klein beetje boven de leeftijd. Maar goed, ik werd dat toch aangenomen en ik werd ingewerkt door Shannon. En Shannon mocht mij gewoon inwerken, hè. Dus daar was het spiegelen. Toen moest er op de spiegel staan. En dat was op een gegeven moment ook achter de kassa op een gegeven moment, hè. Dat is niks, hoor. Dat is niks. Ik voel iets zo zakken, dat kan dat. Ja. Dat is iedere keer die producten over bliep, nog een product over bliep, nog een product over bliep, nog een bliep, bliep, bliep. Koopstegeltjes bij. Wilt u een bonnetje? Prettige middag. Prettige avond. Hé, en dan je scankassa. Doe je wat scannen? Wie scant er hier? Ja, dat maakt mij niet waar ze drie kunnen scannen. Ik stond van mij in een rij 6. Dus. Maar fijn, die scankassa, hè. Ik denk, dat is een vervelende job om dat te doen. Dat is vervelend. Dan ben je die kassa, dan moet je vragen, heeft u alles kunnen scannen? Ja? Oeps, steekproef. Ja, sorry meneer, mijn apparaat geeft het aan. Ja, dan lach je erbij dan, hè. Ja. Oh, er is een product gemist. Nou, dan kunnen we elkaar kunnen langs een andere kassa, moet alles nog uitlaaien, staan we zo boei bij die andere kassa. Kijk, hij herkent dat. Hij herkent dat. Ja. En dat was ook nog eens zo op een gegeven moment. Dat ik me dan verloren zit te vriemelen. Ja. Ja, dat kan hoor. Maar al fijn, ik heb ook op de vloer gewerkt, want zo noemen ze mij op de vloer. Hè. Dan werk ik in de winkel zelf. En. Ja, dat is best toch gewoon een taal of niet? Nou, afijn, kijk dan rond wat die mensen doen, dat je dan mensen helpen en zo wat er niet. Zie ik Paul van Elshout, zie ik bij Koelvak staan van de kers. Oh, zo, kaas. Kaas, ja. En Paul, ik vind dat vind ik, mensen is slecht nou, hè. Ja. Paul, dat vind ik zo'n bescheiden man. Ik zeg, goh Paul, kunt u het vinden? Nee, zegt Paul. Ik zeg, waar zoekt u? Hij zegt, de verlegen kaas. Een schilder zijn hé, en had een hele goede ezel nodig. En dat valt niet altijd mee om een goede ezel te vinden. Nou, heb je hier eens even goed rondgekeken vanavond? Dan gaat hier vanavond geen probleem worden. Kijk je nek, wat hebben ze dan? Niet te geloven, hè? De ezel gekleed is nek. Een paar jaar geleden alle kunstschilders van de Hang, ons eigen vereniging in de HSC, het Hangs en Schilders Collectief. Je kent ze wel, Vincent van Gogh, Hetty Rulles, Irma de Wit, Maria Vlot, Petra Verzeters, Willem de Ruiter. Natuurlijk. En zoals je weet bij kunstschilders, dat zijn rare niezen. Bij de meeste zit wel een steekje los. Behalve bij mij dan. Zo zit het in Rulles pas geleden in gemeente zit. Rembrandt zit. Gelukkig heb jij nog een vliegende schotels. Ik zeg ja, natuurlijk heb je. Ze zegt wanneer heb jij die van het les gezien?
Ik zei gisteravond toen ik iets te laat thuis was. Nou moet ik zeggen dat Vincent wel een van mijn beste vrienden is, hè? Ja, wij kennen elkaar zeker al 40 jaar. Onze relatie gaat terug naar onze schooltijd. Toen zaten wij een keer in de klas van juffrouw Aukje. En juffrouw Aukje die zei, bij de hitte zet iets uit en bij de koude krimpt het. Kan iemand daar een voorbeeld van geven? Ja, zei Vincent. Ja, die jongens ook verteld. Ja, zei Vincent, dat ken ik wel, zegt hij. Want de zomervakantie duurt 6 weken, zegt hij, en de kerstvakantie maar 2. Maar zoals ik net al verteld heb, dat ik de enige normale schilder ben, en al 23 jaar met dezelfde vrouw, heb ik ook een eigen zinnetje opgebouwd en heb ik 3 kindjes op de wereld geschud. En die voetbal allemaal bij me ready. Dat is die vereniging waar de laatste tijd zo lekker rustig is. Je zou bijna zeggen saai. Toen komt dus Chris Verring weg thuis. Ik zeg, hoeveel doelpunten gemaakt? Ze zegt 2. Ik zeg, heel goed meid, dat was de uitslag. Ze zegt 1-1. Zelf ook nog regelmatig de schoentjes aan. Zitten wij de vorige week in de rustige kleuterkamer gehad de telefoon, dus ik neem op. Hulle kwam aan de kant. Hoi schat, ben je nog bij Beretti? Ik zeg ja hoor. Ze zegt ik sta hier in de winkel in Breda en dat jasje van 699 euro dat ik vorige week heb zien hangen, dat hangt er nog. Mag ik dat kopen? Ik zeg oh ja, dat doe maar. Oh, ze is een leuk schatje, maar ik ben er straks ook nog even langs Leon Bakkers gereden. En die Mercedes van 88.000 euro, die staat er ook nog. Die van mij is al 4 maanden oud, zal ik hem maar gelijk bestellen? Zeg ja, doe maar je. Ja. Oh, ze is als laatste, ze is dat huisje van Arie Treffers, staat ook net gekocht. Voor 1,5 miljoen. Zal ik het ook maar gelijk regelen? Ik zeg, dat is goed, ja. Die zegt, oké, kusjes en tot vanavond. Dus die hangt op. Ik zeg, weet iemand van wie die telefoon is? Maar goed, ik ben Vincent van Gogh. Kunstschilder van beroep en volgens sommige critici kwam ik vroeger niet goed uit de verf. Maar goed, ik zeg altijd zo, het leven is als Lucille Lennon van Lego. Ik ga nou lopen. Dat is wel lelijk zijn. Ik woon tegenwoordig in Frankrijk. Dat is mijn thuisbasis tegenwoordig. Dan past mij een echte Fransman op het pad geweest, Frans waar. Hé, hey, waar is jongen die hier in Frans waar? Die past alleen maar Frans, hè? Nu ik zeg tegen Frans waar, ik zeg, kan ik hem een ezel even uit de auto halen? Hij zegt, wie? Ja, ga je iets zeggen, zeg ik net, hoor. Maar goed, ik had pas wel makkelijk in mijn auto. Ik heb pas een nieuwe auto gekocht, zo'n grote jeep met een 4x4. En dan wou ik van de week in de garage die zit en die is maar 3x3, dus ja. Maar goed, mensen, tegenwoordig verkopen ze alles aan de deur, laten we eerlijk zijn. Hè. Pas was ik in mijn atelier aan het schilderen en ik had de bel, mijn dochter die doet open. Ze zegt, er staat hier een man aan de deur met een grote snor. Ik zeg, stuur hem maar deur, want die heb ik al eerder. Ja, dat doe ik wel even. Ja, mijn dochter, hè. Hij wordt al een beetje ouder en ja, hij wordt al een beetje te vrij en zo. En
Dan werd zijn vriendje, dan ging ze pas mee naar boven en dan heb ik het niet over. Dan zullen jullie met z'n tweeën naar boven en ik kneep hem al, ik zie dat gewoon niet goed. En die kerel die komt een half uur later alleen naar onderin. Hij ziet jouw dochter zit hij, die heeft kop aan zit hij, dan heb ik een aspirine zit hij uit het medicijnenkastje gepakt. En dan heb ik ze gegeven en dan blijft ze op bed liggen zit hij. Ik zeg, dat heb jij goed gedaan jongen. Ik zeg maar, voordat je dadelijk naar buiten gaat, wil jij dan even de rits van uw medicijnenkastje dicht doen?